Vandaag willen we de jongeren de verwondering meegeven dat niet alles vanzelfsprekend lijkt. We zullen ze proberen te laten kijken op de manier dat Franciscus ook zelf keek. Het belangrijkste component aan de levensstijl van Franciscus vind ik zelf de eenvoud. Nederigheid tegenover andere mensen. Eenvoudig zijn in materiële zaken, dat je niet altijd het beste van het beste nodig hebt. Je ziet niks. Je ziet alleen maar de vloer. En als je niet oppast, loopt het tegen elkaar met een buil op je kop. Zoals jullie twee nu voor hebben. Voilà, dat doet zeer. Het zijn niet gewoon spelletjes. Het is altijd met zo'n dubbele betekenis. Waar we dan achteraf de les leren van waarom we nu eigenlijk die spelletjes speelden. Omdat er zit altijd wel een boodschap in die ons kan verder helpen in het leven of in ons geloof. Broeder Kenny introduceerde Joufra in de Heilig Hartparochie in Antwerpen. Joufra is een wereldwijde jongerenbeweging met de Franciscaanse spiritualiteit als inspiratie. Kenny organiseert samen met jonge enthousiaste gasten zoals Elias activiteiten die de jongeren aanspoort om dieper in zichzelf te kijken. Dus de activiteit gaat stoppen met een zeker moment ook van sla je armen maar een keer uit. En voelt die ervaring maar eens. Uiteindelijk is er een horizontaal en een verticaal en je moet die twee met elkaar in verband brengen. Wat bijna niet meer gebeurt in onze samenleving. Die hebben daar precies bang voor. We proberen die schrik opzij te leggen en onze gasten dat toch te laten ervaren. Wat we met Joufra proberen doen, is dat ze kunnen ontdekken hoe dat ze eigenlijk zin kunnen geven aan hun leven en hoe dat de Franciscaanse spiritualiteit hen daarbij helpt. Bam! Dat je uiteindelijk ook voelt van ja, God geeft de meerwaarde aan mijn leven. En wij proberen dat te doen met de sleutel die Franciscus van Assisi heeft. Warm shadow, won't you cast yourself on me? Dat heeft mij geholpen om ook te veranderen en anders te zijn dan ik anders was. En ook anders naar de dingen te kijken om mij heen. En ja, om ook beter te zijn voor andere mensen, want daarvoor was ik ietsje minder. Dus, en ik dacht, ja, ik wil de kinderen dat ook leren wat geloven is en dat ook tof kan zijn en dat je ook kan helpen. En dan gaat het richting kerk voor de 24 uur voor de Heer. Een wereldwijd gebeuren waarin barmhartigheid centraal staat. En dat 24 uur lang. Die 24 uur die zijn nu gestart met de viering. En dus nu ieder uur zal er een groep van de veelzijdige kerk in Antwerpen zal ieder uur een gebedsmoment doen. Dus het Anglo-Afrikaanse gemeenschap zal iets doen. De mensen van de Grieks-Katholieke ritus, een Byzantijnse ritus gaan iets doen. Ja, onze vormelingen waren erin betrokken. Zo van alles. Al de gemeenschappen die Antwerpen rijks en die konden, zijn uitgenodigd. Grijp en eet. Meer als één. Echt? Meer als één. Zeker? Zeker. Zeker vanaf. We trekken weg van de drukte van Antwerpen naar de abdij van Averbode. Het vlot en zusterorganisatie van linkeroever Jambo nemen 15 dak- en thuislozen mee op retraite, samen met hun buddies. Ze verlangen allemaal naar 3 dagen rust. Goedemorgen. Welkom. Dank je. Ja, mooi. Ja, mooi. En de gestreken laagjes. Ja. Dat is gewoon kaars.
De helft van de mensen die mee zijn, zijn mensen die wij bij het publiek van dak- en thuislozen en vaak zwaar gemarginaliseerde verslaafden rekenen. En hun leven is meestal zeer hectisch en ze zitten meestal in een overlevingsstrategie, waardoor het nooit rustig is, ook nooit rustig in hun hoofd. En ik heb zelf geleerd van geef mensen bed, bad, brood, maar geef hen ook een rustige omgeving, geef hen goede mensen om hen heen. En dan hebben mensen ook de kans om stil te vallen en om naar zichzelf te kijken en om nieuwe perspectieven te ontdekken. Frank leefde op straat samen met zijn vriendin Anoushka. Ze stierf 4 jaar geleden, maar hij houdt zich sterk en hij is onderweg, van Linkeroever naar Averbode, stap voor stap voor al wie hem dierbaar is.